Terugkomend op de opmerking dat je jezelf moet kunnen onderhouden, dat je een bestaanszekerheid moet hebben als je een minimumloon verdient en 40 of 32 uur werkt, hoorde ik de heer Thijssen zeggen. Ik neem aan dat het een verspreking was, die 32 uur. Want als je 32 uur werkt, dan kan je altijd nog veel meer werken. Klopt dat? Nou ja, ik vind dat als mensen hard werken en intensief werk doen, dat ze daarvoor een leefbaar loon moeten verdienen. En in sommige plekken zullen ze dan 40 uur moeten werken en andere 32. Maar wat op dit moment duidelijk is, is dat het minimumloon te laag is. En daarom doen wij voorstellen om het minimumloon in stappen omhoog te brengen naar 16 euro per uur. Nou, voorzitter, wij willen ook het minimumloon verhogen. Hè? En we willen ook dat iedereen een goed leven heeft. Maar als je uitgaat van 32 uur, en ja, vroeger heette de partij nog de Partij van de Arbeid, en waren mensen ook echt aan het werk. En dat is dus blijkbaar niet meer helemaal zo. Maar met 32 uur moet je toch een beetje de wenkbrauwen gaan fronsen. Want dan kun je nog veel harder. Hè? Er zijn heel veel MKB'ers, die werken gewoon 80 uur per week. En die komen net boven het minimum inkomen uit. En dan staat hier iemand die de PvdA vertegenwoordigt, de Partij van de Nota Bene Arbeid, die zegt met 32 uur en minimumloon moet je gewoon rond kunnen komen. Dan denk ik, ga lekker aan het werk. Nou, ik ben hard aan het werk, dus dank u wel. Maar mijn pleidooi, en ik ben blij dat u dat steunt, ik hoop dat u dan ook onze voorstellen steunt, dat het minimumloon genoeg moet zijn voor mensen om rond te komen. Ik hoop dat u dan ook in het vervolg onze voorstellen steunt om inderdaad dat minimumloon instappen naar 16 euro per uur te brengen. Voorzitter, het gaat erom dat iedereen moet natuurlijk kansen hebben in dit land. En of je nou ondernemer bent of werknemer, dat maakt allemaal niet uit. En ik ben het helemaal met de heer Thijssen eens dat het minimumloon omhoog moet. Want die armoedeval, daar moeten we vanaf. En die deeltijdmalers, daar moeten we vanaf. Werken moet lonen. Daar zijn we het blijkbaar over eens. Maar als dat gestoeld is op een werkweek van 32 uur, en straks gaat u terug naar 24 uur, dan is het hek toch van de dam. Laat iedereen lekker werken, 50 uur, 60 uur. Ik vind het leuk om 80 uur per week te werken. Maar bij 32 uur dit soort eisen stellen, dat is absurd. Dan doen we met z'n allen straks helemaal niets meer. Nou, ik geloof dat u met uw 80 uur verschrikkelijk goed salaris heeft. Net als ik overigens. En dit is gewoon een pleidooi om in lijn met allerlei adviezen die er zijn, ook van een commissie die heeft gekeken naar wat is nou het bestaansminimum in het land en voldoet het minimumloon dan, die gewoon heeft gezegd dat minimumloon is niet genoeg en dat moet omhoog. En daar knokt de Partij van de Arbeid elke dag voor.